Yo, what's up allemaal? Welkom bij Ditch Discrete Shooter. Vandaag weer een super tof leuke nieuwe video. Het is het nieuwe jaar, het is 2020. Oud en nieuw is geweest. Ik heb genoten, ik hoop jullie ook. Maar het is het nieuwe jaar, dus ik dacht we gaan een update video doen over de kamer vol met wapens. Voor de deur en achter deze deur is de kamer vol met airsoft, paintball, luchtwapens, pijlenboog, kruisboog, messen en ga zo maar door. En daarom is het ook toegang verboden voor onbevoegden en guns are welcome on premises. Dus ik pak de sleutel erbij, kijk eens aan, we doen de sleutel in het slot en trommelgeroffel, update van de kamer vol met wapens, part 2, here we go. Voordat we beginnen, voordat we overal bij langs gaan, wil ik even aan iedereen duidelijk maken die deze video kijkt. Alles wat in deze kamer staat is gewoon toegestaan in Nederland. Is gewoon legaal. Paintball, luchtbuksen, kruisbogen en messen en pijlenbogen mag je gewoon vanaf 18 jaar kopen en bezitten in Nederland. Airsoft replica's heb je een vergunning voor nodig, moet je lid zijn van de NABV. Ik ben ook lid van de NABV, ik heb mijn pas, dus ik ben legaal om airsoft replica's te bezitten. Mijn broer heeft ook een NABV pas, dus hij is ook legaal om airsoft replica's te bezitten. Dus nogmaals, alles wat in deze kamer staat is gewoon legaal. Oké, natuurlijk beginnen we eerst even met het mooie gezicht, de Wall of Guns. Maar daar gaan we zo meteen verder mee wat er allemaal hangt. We beginnen hier, want hier hangen de twee paintball markers. De Tippmann 98 Custom en de Tippmann Kronus. En dan gaan we door naar de vitrinekast. Daar staan drie mooie luchtdrukpistolen, namelijk de Crossman 2240, de Baikal MP651K en de Camo P900. Dit is het tafeltje, daar doen we al reparaties op. Daar zien jullie al een 1911 liggen, die is jammer genoeg kapot. En verder, alles wat kapot gaat, gaan we eerst hier neerleggen. En wanneer we tijd hebben, dan gaan we ermee knutselen. In deze video ga ik de kastjes niet bij langs, want dat heb ik al in de andere video gedaan. Daar is niet echt veel aan veranderd. Dus wil je weten wat er in deze kastjes zit, dan zou ik zeggen, kijk de allereerste kamer vol met wapens video, want daar laat ik alles zien. Daar is een mooi kruisboogpistooltje, dan hebben we daar nog een mes onder te liggen. Daar is een kinder airsoft G36C en dit is geen kinder airsoft, dit is een shotgun. Die mag je alleen hebben als je een NABV pas hebt. Die heb ik in Polen gekocht. Echt, het was een koopje, 20 euro maar. Oké, dan gaan we door naar het allereerste blowback pistol. Dit is de ICS BLA XAE van ASG. Ja, ik weet het, is een hele lange naam. Ik heb hem in Denemarken gekocht. Het is een green gas blowback pistol. Echt een leuk ding. Ik heb er twee magazijnen van. En als jullie goed kijken, ligt daar nog een mooie silencer. Hier heb ik ook al een video van gemaakt. Wil je deze video nou zien, ga dan zeker naar mijn kanaal toe en bekijk hem even. Ik zet ook nog even de link voor jullie in de beschrijving. Dan gaan we door naar het volgende airsoft pistool. Dit is een airsoft pistool op CO2. Dit is de Dan Weston Valor M1911 met een mooie snakeskin gripper op. Echt een leuk pistooltje, gaat op CO2. Hier heb ik ook natuurlijk een video van. Link zet ik weer in de beschrijving. Dan heb ik rubbermes 1, rubbermes 2. En deze rubbermessen kun je dus op het airsoftveld gebruiken. Zoals ik zeg, het zijn rubbermessen, geen echte messen. Dus deze dingen kun je niemand mee snijden. Maar dan hebben we hier wel weer een echt mes liggen. Kijk eens aan, wat is dit toch een joekel. Een mooie camo kleur erop. Echt leuk. Ja, en daar gaan we door naar een handkanon. Dames en heren, dit is de KWC Desert Eagle Full Metal CO2 Blowback. Wat is dit toch een joekel. En het leuke aan deze? Deze kan ook nog full auto. Dat betekent dus de trekker inhouden en doorratelen totdat het magazijn leeg is. Hier heb ik natuurlijk ook een leuke video van gemaakt. Link zet ik in de beschrijving. En deze moeten jullie echt zien. Wat is dit toch een bakbeest. Dan hebben we hier pijltjes. En voor pijltjes heb je natuurlijk ook een boog nodig. En die hangt hierboven. Ja mensen, dan hebben we hier al een koffer te staan. En wat staat er op de koffer? Namelijk een Tokio Marui L96 Bolt Action Sniper Rifle. Kijk eens aan, wat een joekel is dit ding. Hier heb ik ook al een video van. Link zet ik in de beschrijving. En ook nog even een weetje. We gaan waarschijnlijk ook nog upgraden.
Zo, dan hebben we hier de kleding. De bovenste rij, allemaal helmen. En die twee helmen, die gebruiken we natuurlijk bij Airsoft, want die zijn lekker licht. En dan gaan we door. Hier hebben we de camo woodland kleding. We hebben nog de desert camo kleding. We hebben nog SWAT team. En we hebben nog old school kleding. Natuurlijk hebben we bij alle kleding, nou bij de meeste in ieder geval, ook nog altijd een ops vest erbij. Zodat je altijd je magazijnen en je gear makkelijk mee kan nemen het veld in. Hier hebben we de kisten te staan. Zwarte kisten, desert kisten, bruine kisten en een nerfgeweer voor de sier. Gewoon geinig om erbij te hebben. Dan hebben we ook nog veiligheidshesjes. Die gebruiken we ook bij het airsoften. Voor het geval als we bijvoorbeeld geraakt zijn. Wij zijn af, wij zijn gehit. Dan doen we die hesje aan zodat iedereen dat weet. En dan kunnen we rustig naar de respawn toe lopen. Dan heb ik hier bovenop nog een Highlander bijl te liggen. Nog een security padje. Dan hebben we daar nog een gasmasker en een machette. En dan komen we bij het leukste gedeelte van de kamer. Het gedeelte waar de meeste replica's, geweren, pistolen en messen liggen. We gaan er even bij langs. We beginnen hier achteraan bij de EVE Mini Uzi Kinder Airsoft. We hebben hem goud gespoten en een silencer erop gezet. Gewoon geinig. Dan hebben we hier de QB78 Bolt Action 4,5mm luchtbuks. Dan hebben we daarboven nog de Airgun Hunter Stealth 4,5mm knikloop luchtbuks. En deze gaat trouwens op CO2. En dan gaan we door naar mijn primary airsoft replica. Mijn lievelingje, de Arcturus Centaur B Tactical AK-47. Wat is dit toch een bakbeest? En qua gewicht komt het heel erg dicht in de buurt bij de real deal. Kort geleden heb ik nog een mooie flip-to-side zoomscope binnengekregen. En die heb ik er ook gelijk op gezet. Daarvoor zit nog een mooie holographic red dot green dot scoopje op. En dan hebben we hier nog een mooie front grip. Van deze mooie airsoft replica heb ik natuurlijk ook een review van gemaakt. De link staat in de beschrijving. Dan gaan we door naar mijn broers zijn lievelingje. Namelijk de M4A2 is ook een mooie airsoft replica. En daarnaast hangt nog een M4. Die hebben we kort geleden binnengekregen. De video hebben jullie waarschijnlijk al gezien van een unboxing. Maar hier komt ook nog een review van. Dus stay tuned, want de video komt eraan. Dan gaan we even terug in de tijd naar deze mooie Thompson M1A1 World War II van Amerika. Wat is dit toch een mooie airsoft replica. Mooie lookalike. Leuk om er natuurlijk bij te hebben. Het is een AEG'tje, dus die gaat op lipo batterij. Dan daaronder hebben we nog een mooie Western revolver. We hebben nog een Dan Wesson 6-inch revolver. En we hebben hier nog een hele mooie Winchester. Ook Western natuurlijk. Kijk eens aan, dat zijn nou eens collectors items. Maar we hebben ook iets wat de SWAT team gebruikt, namelijk deze mooie MP5 met een inklapbare stok, een dubbel mag, rails met een front grip erop. Ook een video van gemaakt, link staat in de beschrijving. Ja mensen, we gaan terug naar de Tweede Wereldoorlog, want kijk eens aan, hier een mooie replica van een Walther P08. Het gaat op CO2, gemaakt door KWC. Leuk dingetje, was helemaal niet zo duur, maar het is echt een leuke hebben ding. Leuke collectors item voor de collectie hier. Ja, dit is grappig, want dit is gewoon een springpistol Glock. Gekocht in Polen voor, wat was het, 20 euro, 0,5 joules of zo. Ligt daar in Polen gewoon tussen het speelgoed. Maar oké, hier in Nederland heb je hier wel een NBV voor nodig. Gelukkig heb ik die, dus ik mocht deze gewoon meenemen. Maar het is gewoon geinig om erbij te hebben, een beetje mee omplingelen in de achtertuin op de schietbaan. Oké, dan gaan we naar 3 keer een Beretta M9. Dit is een Electro. Deze heeft elektrische blowback, maar 0,5 joules. Alleen, die doet het niet meer. Dan hebben we hier een Beretta M9 springpistol. Maar je ziet het, die is ook kapot. Was ook een super goedkoop ding. Dus die doet het ook niet meer. Maar dan gaan we door naar de echte goede kwaliteit. Deze Beretta M9 op CO2 en op green gas. Blowback pistol. Full metal. Wauw, wat is dit toch een mooi ding. En hier komt natuurlijk binnenkort nog een video over. Zoals jullie zien aan dat tijripje. Ik heb hem ook al in het veld gebruikt. Ja, we zijn in Assen geweest. Bij het verkeerspark. Daar hebben we geairsoft. En daar komt ook een video van online. Dus ik zou zeggen, hou zeker mijn kanaal in de gaten. Want er komen hele vette video's aan. En naast deze twee super slechte Berettas hebben we nog twee super slechte pistolen. Namelijk een, dit was een Walther P30. En dan hebben we daar nog een Glockje achter te staan.
ooit een keer in Duitsland gekocht om een keer uit te proberen. Maar het is echt troep. Dat is troep, dat is troep. En dat is goed spul. Dat is kwaliteit. Maar dit staat wel gewoon geinig bij de rest van de collectie. Ja, iedereen houdt van Rambo. Iedereen houdt van films. En hier hebben we een replica van Rambo First Blood Part 2 Rambo Knife. Kijk eens aan, wat is dit toch? Een groot survival mes. Let op. Handje erbij. Mooi. Dit is toch een mooie collectors item. Ja. Dit is de munitiekast en daarboven staan nog paintballmaskers. Oké, safety first. Hier staan wat regels op en dan doen we het eerste kastje open. En kijk eens aan, hier hebben we al munitie staan. Een munitiekist vol met SMG's. We hebben hier green gas en red gas. Daar in het hoekje zien jullie niet heel goed. Maar daar staat een munitie voor de luchtdrukwapens. Dan hebben we hier lipobatterijen. Dan hebben we hier magazijnen. En dan hebben we hier nog meer munitie voor de luchtdrukwapens. En dan gaan we door naar het onderste kastje. Die doen we open. Dan hebben we hier twee mooie grote flessen voor de paintballmarker. Wat losse CO2 patronen. En dan hebben we hier een hele doos vol CO2 patronen. En ik zeg het even voor de duidelijkheid mensen. Nee, dit zijn geen lachgaspatronen. Lachgas moet je al niet gebruiken. Maar dit moet je al helemaal niet gebruiken. Gebruik dit alleen maar voor luchtdrukwapens en airsoft geweren. Maar niet ergens anders voor. En we hebben genoeg. Dus we kunnen lekker lang schieten. Ja, we blijven sparen. Ja, we blijven kopen. En dit is dus een update video. Maar er komt later nog een update video online. Alleen later. Dat is wel echt later, want dat is pas volgend jaar. Maar geen zorgen. Ik heb nog een aantal airsoft replica's waar nog een review van komt. Dus die komen eraan. Stay tuned. En verder over alle andere airsoft replica's waar ik al een review van heb. De links staan in de beschrijving. En anders zijn ze natuurlijk op mijn kanaal te vinden. Dus ik zou zeggen, kijk die video's even. Superleuke video's. En dan is dit alweer het eind van de video. Ik hoop natuurlijk dat jullie genoten hebben. Ik heb genoten. Dus doe ook zeker een dikke blauwe duim omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En deel deze video naar iedereen die je kent. Je moeder, je vader, je hele familie, je hele gezin. Al je kennissen, je vrienden, noem ze maar op. Deel deze video als een gekke. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Trouwens, nog één ding. Ik ben bijna vergeten. Volg mij ook even op social media. Ik heb Instagram, Facebook en Snapchat. De links staan in de beschrijving. En dan zie ik jullie bij de volgende video, guys. Hey, later!